Ik ben Stalin Awash. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Nederland sinds 2014. Ik ben zelf sinds 2008 gescheiden. Mijn zoon woonde bij mijn ex-vrouw. Ik woonde hier alleen 2 jaar. Na 2 jaar kon ik mijn zoon naar Nederland brengen. Omdat ik een bijzondere situatie heb, moet ik op de toestemming van mijn ex-vrouw 1,5 jaar wachten. Toen mijn vader eerst naar Nederland had gekomen, hij zat eerst enkele maanden in een asiel. Want hij moest wachten tot hij een huis kreeg. Dat duurde 6 maanden. In de tussentijd probeerde hij mij ook naar Nederland te halen. Maar het was eerst 2 keer niet gelukt. Hij was eigenlijk naar Nederland gekomen om mij naar Nederland te brengen voor een betere toekomst voor mij. En toen het de eerste 2 keer niet was gelukt, mijn vader werd een klein beetje verdrietig, zo eenzaam. Tijdens die periode voelde ik mij verschillende gevoelens zoals eenzaamheid en negatieve zelfbeeld en moeite in het leven. Maar ik probeerde mijn tijd op die periode wat handiger te gebruiken door het Nederlands taal te studeren. Ik begreep dat stress is een gedachte. Ik begreep dat stress een kracht in jouw lichaam. Ik probeerde deze kracht door een studie of door naar Nederlandse lessen te reizen. Ik wist eerder niet waar Nederland op de kaart ligt. En ik moet ineens misschien binnen 3 jaar of 4 jaar Nederlander zijn. Het was bijzonder moeilijk voor mij, omdat ik kan op die periode niet precies weten of mijn ex-vrouw zal een toestemming voor mijn zoon in de toekomst geven. Dus het was op hoop van zeggen hier in Nederland. Kreeg ik mijn zoon aan het eind of niet, wist ik niet op die tijd. Toen ik eerst naar Nederland kwam, duurde wel een tijdje totdat ik gewend was. De 4 maanden, ik bleef bijna altijd gewoon thuis. Ja, als ik naar bed zou gaan, ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet niet waar ik naartoe moet om bijvoorbeeld iets leuks te doen. Dus ja, daarna was het een beetje geluk nadat ik naar school begon te gaan en zo. Dus toen ik naar school was gegaan, ik kreeg ook vrienden. Ik ging buiten spelen met vrienden en zo. Ik ging gewoon meer naar buiten. Toen mijn zoon uiteindelijk hier was, kon het even aan het eind beginnen voor ons als familie. We konden met elkaar samen wonen en gezamenlijke plannen voor de toekomst. Wat is de toekomst? De toekomst is fijne tijden. Snoep. Wat is de toekomst?